Jani, dat blijft toch onze favoriete stylist. Recht toe, recht aan, maar wat een fijne, warme mens. En man, wat eet die je graag? Echt super tof om hem erbij te hebben. Hey ladies! Hey ladies! Hey ladies! Hier slaapt hem, ze. Die hebben nog een lady al. Jani! Jani! Ah, hoe is het? Goed met jou. Hallo. Hallo, wat zijn mijn nieuwe vrienden? Je bent zo bruin al. Dat is rood. Zit er goed? Ja, maar ik weet niet of dat dit te veel was. Nee, schat, dat is nooit te veel. We zijn op Ibiza. Ik heb iets speciaals voor jou mee. Ja? Wow! Hoe cool! Voilà, en de gepaste geit zit erin. Ze hebben je al aan het werk gezet. Nou, welkom in de glittergeit. Maar hoe is het goed? Kom erin. Hoe is het? Alles goed? Papa. Gaat jij rijden? Joehoe, off we go. Ik vind dat het schoonste auto dat ik ooit heb gezien. Dat is top, hè? Ja. Oeh. Oh, cool. Voor sfeer en gezelligheid is toch wel een dikke 10. Een dikke 10. Welkom op mijn buitenkeuken. Ik wou iets maken, Jani. Wacht. Een Griekse specialiteit. Ja. Moussaka. Jij durft voor een Griek moussaka te maken? Nee, jij gaat dat maken. Ah, ik ga dat maken. Jij gaat dat maken. Ah, het is niet kom eten bij Sophie. Ah. Nee, het is te warm om moussaka te maken in de oven, maar ik wil er wel een salade bij maken. Oh, ja? Maar wat ik wel niet weet, de typische kruiden voor in een moussaka. Ik zou direct zeggen, ik doe er basilicum in, maar misschien krijg ik... Nee, dat is Italiaans. Voilà. Die Grieken maken het kapot. Voilà. Kapot. Ik was er al aan. Ik hang al verpest. Ja, hangt. Ik weet dat mijn mama in de zomer bijvoorbeeld andere kruiden gebruikt voor haar moussaka dan in de winter. Kom, maar eens een geuze. Ik ga op luid spreken zetten. Ja. Hallo. Dag, mama. Hallo. Hey, we gaan samen koken. Wij willen moussaka maken. Wat leuk. We waren aan het denken, welke verse kruiden kunnen we erin doen? Verse kruiden gebruik ik peterselie, een beetje munt. Ah ja. Ja, dank u, mama Marina. Mama, ik zie je graag, hè. Ik ook, hè. Oké. Dank je dat we mochten bellen. Bye. Munt in moussaka, daar gaan ze munt hebben. Ja, ik ken er niet zoveel van munt. Dat is de gewone munt, daar zie je. Ja, en dat mag veel, hè? Ja. Ik heb ongeveer 500 gram gehakt. Gehakt. We gaan op zoek naar een sla, mannetjes. Sla met hopen. Wow. Ja. Bij mijn ouders thuis in Griekenland eten we ook altijd uit de tuin. Dat is toch best. En mijn mama kan dan zo berichtjes sturen. Kijk naar mijn paprika. Ik ga die semmes opeten. Dat is wat, die geniet ja, er zo hard van. We gaan eerst een zucchini halen. Ja. Ik ga met... Hier is wel een goeieke. Oké, dan wil ik er wel nog een tweede daarvan. Jij moet straks de najuin uittrekken. Dat is goed. Kom maar. Oké. Okay, voordat we dit gaan doen, gaan we eigenlijk al van alles in de barbecue gooien. Het is te zeggen, tomatjes. De tomatjes ook in de barbecue? Ja, we gaan die zo een beetje laten poffen. Oh, wauw. Zo. Peper en zout. En dan lookpoeder. Dat geeft... Dat heeft een... Oeh, met de wind. Hup. Oké. Zalig. Aubergine, hè. Aubergine moet bij mij heel, heel zacht zijn. Wat doe jij nu? Ik zet daar altijd wat zout op mijn sla, maar mama heeft gezegd dat ontzwet. Er zit jodium in. Dus ik doe alles wat mijn moeder zegt. Ik heb hier al gestoomde patatjes, kneeltjes. En die gaan we ook gewoon... Op de barbecue even zetten. Ja, maar in een kom, hè. Zouden we hier een beetje rozemarijn of krijgt je mama dan een hartaanval? Nee, dat is een liefde. Marina, hè. Is een schat, hè. Ja. Zo zie. Voilà, zie, kijk eens hoe mooi hier. Een mooi gevulde barbecue. Wow. Hoppa, laat ze maar gaan. Oké, het vlees. Ja. En mag ik iets voorstellen? Ja. Ja, kaneel. Kaneel. Maar dat is meer zo de Marokkaanse keuken, maar ik vind dat wel heel lekker. Oké. Kun je voor de Grieken houden? Doe maar. Pak de rasp en een beetje zesten van citroen. Dat heb ik nog nooit gedaan zo.
Voilà, mengen. Ga je dat met je handen ja, doen? Ja, graag. En balletjes maken, of wat wil je? Wel, ik wil zo redelijk plat. Ja, de Griekse versie. Top. Ik ben echt wel aan het genieten, hè. Lukt het? Ja. Oké, we hebben al keiveel groentjes. Dan gaan we nog de dressing. Mm-hmm. Feta aioli, wat denk je daarvan? Ik ben zo benieuwd naar. Ik eet dat rauw, hè, Lou? Allee, joh. Oh, ik vind dat lekker. Je kunt dat niet doen, omdat ja, rauw stinkt dat echt wel heel, heel hard. Yoghurt vind ik altijd een goede basis voor een dressing. Ja? Ik vind het echt, ik word er bijna geil van. Ik kan niks meer zeggen, Lou. Oh ja, dit wordt de saus van het jaar, jongens. Oh, zie. Dag, feta. Oh my god. Nee, maar oh my god. Kijk, niet duur. Dat is zo lekker. Echt waar. Wacht, kijk, dan kunnen we eigenlijk nog even een beetje pimpen. Ja, met er zo olijfolie over te doen. Moet mijn bouletten eruit halen. Ja, bouletjes. Gooi maar in. Ja. Oh, die zijn schoon en die zijn zo'n beetje... Zie maar, we zijn een goed team. Ja, zeg maar die look. Ik kan nu wel iets drinken, joh. Echt. Oh, yes. Yes, baby. Hey, schatjes. Hallo. 100 jaar geleden is er een cocktail uitgevonden dat eigenlijk de Soissant Quinze noemt. En dat is eigenlijk heel simpel. Gin, citroensap, suiker en op het top met champagne. We gaan in plaats van met gin of cognac, gaan we met vermoed werken. Heel eerlijk, een van mijn absoluut favoriete producten om mee te werken. Waarom? Een enorme kruidigheid en een enorme floraliteit. En zeker voor deze cocktail mag dat wel. Eerste stap, belangrijkste stap, namelijk onze Ambrato. Martini Ambrato. We gaan daar eigenlijk 4,5 centiliter van in doen. Volgende stap, vers geperste citroensap. Ja. Amai. Hop. En dan een heel klein beetje, gewoon een klein, klein beetje suikersiroop. Zo. Oké. Dat is eigenlijk alles, maar we gaan daar toch nog iets van een twist aan geven. Een kleine dash. Ja, een kleine dash. En we gaan daar koriander aan toevoegen. Oh. Heel raar, maar waar. De laatste is natuurlijk ons ijs. Eigenlijk fris. Dit kan ik, hè. Dat shake niemand zoals u. Hey. Oké, zoetjes, dat is het al. Heel easy breezy lemon squeezy. Oh, man. Wow. Giet dat over ons. Zonder schoon. Ik weet niet waarom dat ik dat zeg. Dat is omdat jij daar bent. Ik denk dat we daar van t-shirts moeten maken. Ja. Giet het over ons. Happy moments. Waarom zeg ik dat nu? Dat is zo ruw. Perfect. Het is zeer lekker met een droge champagne natuurlijk. Maar in dit geval gaan we het ietsje feestelijker aanpakken. Dan gaan we voor de martini. Kijk dat vingerke. Schoon, hè? Ah, santé. Dank op je. De vrienden. Wauw. Op het leven. Santé op het leven. Dank je wel. Hanna, dank je wel. Goed. Maar hoe goed is dat? Ik ga keigoed gaan met onze slaatje. Je proeft dat met de lokaal, hè? Zo ja, ik heb dat nu, mengt dat al in mijn mond. Ja. We hebben van die looksaus geproefd. Ja. Dat gaat keigoed. Ja. Wij hebben nog tomaatjes in de barbecue. Ja. Wij werken de slaatjes af. Yes. Maak jij nog voor onze gasten, voor onze glittergeiten. Ik zie jullie aan tafel. Dankjewel, hè. Tot straks. Cool. Oké. Okay. Dus gelegd twee van dit. En per groente zo. Ja. Zo. Dat je ziet wat waar is. Ja. Echt de tomaatjes. Man. Daar word ik gelukkig van, echt waar. Mensen die daar niet gelukkig van worden, ja. They don't get it. Dat is het, hè. Dat is het, hè. We gaan aan tafel. Mm. Hey, glittergeitjes. Yay. Wij stellen jullie voor... Een moussaka salade. Ah, die saus, jongen. Die saus, dat gaat echt met alles, hè. Pascal komt erbij, ja, hè. Ik ben hier. Ja. Amai. Jawolle. Top. Ja. Goeieke, hè? Santé, manneke. Santé. Goeieke, niet meer. En dat gaat er perfect bij, hè? Ja, hè? En nu jullie nog, hè? Ja. Dat gaan we nooit kunnen evenaren.